Hier, vul in voor Henna. Voor mama. Het is heel belangrijk wat we weten. Wow! Wat staat er? Dat staat in de bank. Hoe weet je dat deze... Controleer mij. Hoe weet je dat deze pakjes controleerservice bestaat? Hoe weet je het? Omdat dat zag ik net op Sinterklaas. Ik zat vandaag Sinterklaas en toen zeiden ze dat. Dat kan je ook doen. Frenkie, dienstenpakketje is in Singapore. Henna. De zak met jouw cadeautjes is op dit moment in Amerika. Wow. Amerika? Wow. Nou, als ze dan toch, als ze toch daar zijn, laten ze meteen iets meenemen. En dat nu de laatste? Van wie? Van mama. Lofie, het was toch, voor hen, hè? Lofie. Mij. Oh, voor mij. Dat wil ik ook wel weten, ja. Hallo, Mienke. De zak met jouw cadeautje is op dit moment in Chili. Ver. Maar Chili is wel ook in Zuid-Amerika. Ja. Het is wel dichtbij. Allemaal een beetje bij elkaar. Lofie. Jacksano. Waar zal het liggen? Spannend, hoor, jongens. Kleine Lulu-update. Koorts is gezakt. Ze konden niks vinden. Niet uit het bloed, urine niet. Ze hebben al vleesklier gecheckt. Uit het bloed kwam een lichte infectie. Verhoogde infectie. Ja, hoe zeiden ze het nou? Het was iets verhoogde waardes wat je kan meten waar een infectie zeg maar toe leidt. Of naar een infectie leidt. Maar ze zagen niet wat het was, dus ze denken misschien heeft ze iets verkeerd gegeten tijdens het uitlaten. En ze dachten, hé, wat is dit voor een bijzondere tak? En dat het dan misschien een stuk plastic, whatever. Iets tegen de misselijkheid, tegen het braken. Wat ze maar twee keer heeft gedaan, gisteren, vandaag niet meer. Maagbeschermer, ze heeft alweer wat gegeten, ze heeft alweer geblaft. Nou, dan weet je dat ze alweer bijna dreig is. Ja, dus al met al... Geen heftige, enge dingen waar we ons zorgen over hoeven te maken. Het is alleen een beetje gek. Waar zit het hem dan in? Zullen we het even in de gaten houden, 2 dagen. Dus dat doen we dan maar. Doof kwam ook met verhoging thuis. Dus die ligt nu lekker op bed. En ik ben benieuwd hoe hij zich morgen voelt. Ik ken het niet. Het is niet handig, jongens. Even al die zieke bacillen weglaten nou. Ik weet het, R in de maand, iedereen aan de snotten bellen, maar nee. Dit hier gaat ook subliem. Vandaag bij de verloskundige geweest. En baby ligt er goed bij. Met het hoofdje al naar beneden, nog niet echt aan het indalen, zei ze. Maar dat is bij een derde vaak last minute. Ik zei, ik voel af en toe druk aan de onderkant. Ze zegt, ja, dus het maakt zich wel klaar, het lichaam. Ze zegt, maar de baby gaat nog niet met zijn hoofd tussen de 2 klapperdeuren liggen. Toen ze het zei, moest ik erom lachen, maar nu ik erover nadenk, denk ik, bedoelt ze dan tussen die 2 botten van het bekken, bedoelt ze dat? Nou, waarschijnlijk wel. Het is een, het is ver. We zijn de laatste weken ingegaan, dus je voelt van alles hier af en toe ook steekjes in de banden hier aan de onderkant. Ik plas mezelf helemaal schompes. Als je 3 thee drinkt op een avond, wat heel normaal is, als je op de bank zit. Ik heb echt het idee, wow, het komt er nu echt uit als een fontein. Nee, sorry, zo'n hele wilde kraan die in één keer zo spettert het uit je ook. Ja, ik ga even hier bij een doofje even kijken hoe het erbij ligt. Vind ik altijd wel. Toch, als je kindje niet lekker is, heb je het idee dat je even moet kijken voordat je gaat slapen. Horen jullie dat? Kleine snurkert is het. Oh. Nou, hij voelt niet meer zo warm aan. Dus laten we hopen dat zijn koorts ook zakt. Hij en Lulu met z'n tweetjes. Ga maar in je mandje. Ga maar in je mandje. Zo, ja, lekker liggen. Gaat beter weer, hè? Had ze gepoept? Ja. Ja, en hoe zag het eruit? Goed. Gewoon normaal. Keutels normaal. Oké, goed teken.
Nou, slaap lekker, El. De groeten, slaap lekker. Dat is eigenlijk dag. Hoe laat was ik wakker, schat? 2 uur en toen ging je mij wakker houden. Hij ging echt praten met me. Van, hé, ach, je bent ook wakker, zegt hij. Ik zeg, nee, Wesley, ik ben niet wakker. Ik ben wakker gemaakt. Ik zeg, ik kan weer slapen. Jij bent uit je ritme met je feestweekend. Ik zeg, ik wil slapen. Wilde die poepen, liet hij alle deuren open. Hoorde ik hem zo. Zo op. Ik zeg, Wesley, doe eens met die deuren dicht. Ja. We hebben wel een akkoord gegeven op de babynaam. Dat is goed, dus. Dat hebben we besproken. Ja, happen. 2 uur s'nachts. Ik kan er niks van herinneren. Nee, het staat. Het staat. Je hebt nog getypt in je telefoon, dat je wilt weten hoe je het typte. Ja, klopt. Hallo. Hi. Lulu. Nu lijkt ze alsof ze een sloom Harry is. Is ze ook. Maar het gaat gelukkig beter. De koorts is gezakt. Mijn bankrekening is geplunderd. Maar ze konden niks vinden. Bloedonderzoek wees niet speciaals uit, gelukkig maar. Ze hebben een alvleesklierchek gedaan, want soms kan het daar nog wel zitten. Urinecheck gedaan, ook niet. Iets verhoogde witte bloedcelletjes, wat kan niet verhoogd, maar er zit een stofje in waar je kan lezen bij de witte bloedcellen als er iets van een infectie. Maar dat was iets verhoogd, dus misschien echt een irritatietje toch in de buik. Dus ik heb maagbeschermers en een antibraakmedicijntje. Dus die heb ik gisteravond gegeven, vanochtend weer eentje. Ze heeft al goed geplast, ze heeft gepoept, ze heeft alweer gegeten. Ze heeft niet geblaft. Als de bel gaat en ze blaft weer, dan weten we het. Dan is ze gewoon haar old self again. Maar voor nu is ze nog wel even... Je weet toch, als je zoiets hebt van ik ben er, maar ik doe het rustig aan. Dat is ze. Dat is ze nu. Ze is wel, ja. Maar wat het is, ze wisten het ook niet. Ik ging afrekenen. Stond er nog een scan op van 70 euro. Ik reken het gewoon af. In één keer in de auto denk ik, we hebben helemaal geen scan gedaan. Ze loopt terug naar die balie. Ik zeg, hebben jullie iets uitgevoerd waarvan ik niet weet dat het is uitgevoerd? Oh, ik ga wel even bellen met de arts. Bel ze met de arts. Sorry, die moet eraf. Je moet altijd opletten, jongens. Ze boren het gewoon door je neus anders. Maar dat zou nog kunnen als ze de aankomende 2 dagen weer teruggaat naar verhoging. Trillen. Niet lekker zijn. Maar ik denk dat ze gewoon even rust. Ze moet gewoon even bijkomen van de afgelopen dagen. Dat ze even slecht ging. Maar ja, ze heeft niet meer dat... Onregelmatig geademd. En dat is altijd een beetje eng. Dat zo'n hondje zo... Dat is helemaal goed. Ik vind het wel lekker dat ze rustiger is. Of is dat is het gemeen om te zeggen? Nee. Dat mag wel, toch? Dat mag zeker. Oké. Het is een lijpe hond. Het is een lijpe doggoe. Veel te veel energie soms. Ja, het was de huisjes. Alright. Het ging nu echt over, zeg maar, going down under. Ja, oké. Maar heb jij... Nee, dat heb ik ook. On a Tuesday. Going up on a Tuesday. Girlfriend taking teachers. Oh, wow. Club's going up. Oh, God. Going up on a Tuesday. Was de boxie? Nee. We zitten dus op te eten. We hebben het over mensen van 80 of zo nog een bilg. Going up? Nee, of is het de club? The club's going up. On a Tuesday. Got your girlfriend in. Ik ja, ook, echt! Ik vind dat we eigenlijk lyrics in beeld moeten laten brengen. Als, hoe heet dat? Wesley's hoofdje. Die bij zo... wat? Bij de... Als je karaoke doet, toch? Dan heb je dit tekst en dan gaat er zo'n balletje. Ja, maar... dat voor een werk. Het moet eventjes in beeld komen. En dat terwijl ik en dan elke keer als ik. Oh, je geeft nu editadvies. Ja. Nog een keer. Got the club going up. On a Tuesday. Got your girlfriend. Ik heb niks niet meer. Nee, dat krijg je heel weekend. Pak haar wasje. Wij hadden het over of je nog seks hebt op je 80ste, in welke vorm. En toen zei jij, Matthijs, ik denk niet meer dat er gebeft wordt, want het zal niet zo lekker meer ruiken allemaal. Ja. Maar waarom... Hoezo? Wat heeft leeftijd ermee te maken? Ik denk dat hygiëne niet afhankelijk is van leeftijd. Maar ik denk ook niet dat het te maken heeft met hygiëne. Je kan toch op een gegeven moment, als je gewoon een bepaalde leeftijd krijgt, begint dingen toch gewoon te ruiken. Nee, maar jij... Ongeacht de hygiëne. Nee, dat denk dat ik niet. Juist te maken met hygiëne. Kijk, ja. Mensen van 80 die niet meer zo goed te been zijn, die wachten op de zorg en dan worden ze 2 keer per week gedoucht. Ja, dan ruik je wel een muf. Dat moet jij weten nou! 87. En je hebt gewoon 6. Nu niet meer, had het wel. Ik denk wel dat het friemelen was. Ja. Ja. Ik denk niet de keiharde ketsen-sessies, dat denk ik. Nee, ik zie ook niet die twee heel keiharde senioren-level. Precies, maar ik denk, ik vind jouw oma bijvoorbeeld niet muf ruiken, maar zij is heel nog fit. Heb je gerookt? Nee, maar soms
ik heb toch wel eens vroeger dat je in een bejaardenhuis kwam. Ja, en dan kwam je in een kamer en dacht je echt, nou, doe een raampje open. Omdat sommige mensen met de zorg. Ja, de zorg is belabberd. 1000%. Niet allemaal. Als je in de zorg zit, voel je het aangevallen. Maar dat kan beter, toch? Het is te weinig. Er is te weinig washandjes paraat. Iets met de lucht? Nou ja, volgens mij gewoon te veel mensen in het huis, te weinig personeel. Ja, maar de vraag is, heb je behoefte aan seks? Op je 80ste? Ja. Denk het wel. Stel, je wordt op je 70ste vrijgezel. En je wil nog. En je wil nog. Ja, Sanne denkt echt wow. Ik moet er niet aan denken. Ik denk als je met dezelfde partner nog bent, dat je wel echt kan genieten nog van intieme momentjes, knuffelen, kussen en zo. En echt tegen elkaar aanliggen. Maar ik denk niet meer dat er echt geëjaculeerd wordt en een golden shower. Ik denk dat het klaar is. Lekker tongen. Lekker tongen. Lekker tongen. Lekker tongen. Je ietje. Wat zegt hij? Ja, iets. Piep, piep, piep. Een grove taal weer komt bij dat hok, man. Het is een hok, die komt weer van een grove hobbelwoner. Jezus, man. Jullie weten allemaal hoe Ressie erbij ligt. Na 7 op de bank. Dat is echt... Dat straalt een en al seks uit. Ze is semi er zelf, want de bel gaat en ze staat daar te kijken. Maar ze heeft geen boe of ba geblaft. Zoals ze last hebben van de keel of zo. Lulu? Lulu? Wow. Lulu? Is het weer goed? En dan gaat ze weer... Ja, dan is het oké. Dan gaan we lekker even een beetje eten. Wat ga je doen, wijfie? Goed dan. Ja, kijk, en gaan we verder. Nou. Lekker liggen. Niet helemaal hoor. Ik vind toch. Ze gaat binnen 60% voor mij. Vanochtend was ze helemaal hoehoehoe en nu is ze weer zo slomy. Ja, je weet hoe dat gaat als je zelf weinig eet. Misschien moet je wat meer eten, liefie. Nou, ik doe de strot houden. Doen ze toch met ganzen? Ganzen. Foie gras. Heb je wel eens gegeten, foie gras? Nee. Nee? Dat is maar beter. Heb jij wel eens op, Nadine? De foie gras? Ja. Ja, wat vind je ervan? Eigenlijk een soort paté. Dus ik denk dat jij wel lust met. Ja, lust dat, want jij houdt van paté. Jij bent wel echt de paté'er. Ja, lekker paté. Lekker smeren. Het is ook echt wel smakelijk. Maar als je weet hoe het gemaakt wordt, denk je echt klaar. Nee, make it stop. Lekker filmpje kijken. Ja, doe maar. Doe. Nee, Nadine, je snapt het niet. Hij bedoelt de bioscoop. Dat is een goede allergie. Dankjewel. Ja, we hebben het toch over ouder onsje en voeding. Ja, allergieën. Kinderen kunnen toch ook allergie hebben? Oh, wow. Ze wou input op die stelling. Ja. Allergieën, oké. We hebben het over een onderwerp tijdens de afleveringen is onder andere voeding. Kinderen kunnen ook allergieën hebben. En dan is het zo, weet je, in de klas de enige die dan niet dat mag uitgedeelde hapje mag eten. Mm. Wat een goede peer, hé. Hey? Ja. Fucking goede peer. Oh my god, take it to the head. God. Nou, daar schiet je eerst gat in. Nou, ik heb een hele goede huig. Ja. Dat is echt een goede doorbit. Huh? We kunnen nou niet de Heimlich mee doen. Je kan wel de Heimlich doen, want dat staat toch zo hier? Zo. Het is toch hier? Van is het vanaf hier? Ik dacht, ja. Is de Heimlich vanaf hier? Ja, op middenrif. Middenrif is hier toch, liefie? Je moet onder je middenrif toch? Ja. Naar boven. Dat niemand nu weet hoe we de Heimlich bij elkaar moeten doen, vind ik zorgwekkend. Ja, zo'n deukje zo horen. Ja. Ja, gewoon niet zo'n richel. Ja. Net als Boris, de buurman van Donald Duck. Eén dikke streep. We lachen erom, maar misschien worden kinderen zo echt geboren. We mogen niet lachen. We moeten ze nog netjes afleveren. Dat vind ik een goede allergieën. Dankjewel. We voortborduren erop. Dat is een gekke zin. We voortborduren erop. Oh, oké. Kom door die peer. Happy? Zo. Succes jongens met de cruisebesprekings. Mama en Novi gaan lekker thuis blijven, hè? Dan kan jij lekker in je eigen bedje liggen. En dan kan mama daarna lekker douchen en eten. En ook in bed gaan liggen, want ik heb een beetje last van indalingsweeën. Ik voel het. Ja, mama voelt het. Indalingsweeën. Wat doet dat voetje op mij? Wat doet dit eruit? Nee, we zijn er nog niet. Bijna. Bijna klaar. Happy? Nee? Kijk op. Klaar. Let op. In de maneschijn.
Hij neemt gewoon hapjes als je dat lied zingt. Maar je raadt het niet, maar je raadt het niet. Ik fop je met een Nederlandse tune. Jij doet eten. Ik weet niet wat daarop rijmt. Terug met dat voetje. Wil je de speen? Ja. En dit eerst opeten? Ja. Oké. Okay. Nee. Nee? Wie? Speen? Wie? En dat is dikke tante Kay. Laatste, happie? Oké, okay. Als je ziet die handen. Ben je vol? Ja. Nog niet klaar? Ja. Uit. Oh, je wilt eruit. En de speen en eruit. Wel ijsveel, hè? Heb je. Ja. Ik zie ook een dikke snottenbellings. Wacht, doe even zo. Ga je dit al? Snuiten? Weet je hoe het moet? Snuiten? Doe maar. Goed zo! Slimpy? Ja, ja, ja. Ik heb muziek, ik heb deze rap van Lennox gehoord, hè. Ik doe hem even na. Jama Hero, Jama Hero. Is dat eens? Wacht even. Jomahero, Jomahero, hij lag eens op de piano. Jomahero, Jomahero, zat eens op de wc. En hij had ook nog dikke diarree. Hey. En met mijn lage stem is hij heel goed. Oh, dat is de kunst. Jomahero, Jomahero, die lag eens op de wc. Wc. En je moeder is hij, je vader is Frank en Jomahero is Bank. Klik, klik. Holy yes. Wat heb je toch met Jamairo? Jij vindt dat zo'n leuke naam? Ja, dat zegt elke vriend van mij. Elke vriend van jou is Jamairo? Nee, elke vriend zegt ze dat Jamairo mooi is. Oh, iedereen vindt dat om je heen ook. Dus gewoon, maar jij roept je hebt mijn stilo. Zij vinden gewoon Jamairo gewoon een... Hard. Gewoon een gangster drill naam voor Sturdy. Sturdy, ja, dat is de nieuwe dansstijl. Maar heel eventjes, hè, je roept ook gewoon naar Novi Jax. Rennen Jamairo. Hij roept gewoon zijn broertje Jamairo. Ja, dat mag toch. Lag eens op de piano. Ja, hij moet lang, vriend. Ja. Vind je dat top of... Kom een keertje. Wil je krullen of wil je eigenlijk helemaal zo woem, helemaal kort, helemaal... Ja, ik wil het wel een keertje proberen. Maar dan wil ik eerst kijken, dan als mijn haar helemaal kort is, eerst wil ik kijken of dat mooi is. Niet in mijn hoofd te kijken als het kort is. Ja, want als het eenmaal eraf is, dan kun je het niet aanplakken weer. Dus het is wel, dan moet het weer aangroeien, snap je? Ja. Het gaat nog best lang duren. Dat duurt even wel, ja. Maar het boeit toch niks. Het groeit weer aan. Dan hoef ik lekker niet lang naar de kapper. Dat is wel waar, ja. Je hoeft mijn vader om niks voor mij te betalen. Wauw. Ik denk wel mee. Ja, dat ik denk echt mee voor mijn vader, zo'n zin. Dat is gewoon goed hoor. Gewoon wel. Zo goed. Je moeder heeft even een indalingswee of iets. Voor de baby. Hele baby. Oh, kijk die vorm helemaal. Maar echt. Lijkt net ovaal als je een beetje naar rechts gaat kijken. Oh, ja, het is dat ik zwart draag, maar het is echt toink. Wel rusten, Frank. Ga maar lekker slapen. Ga je ook slapen, El? Ja, je hebt gelijk. Yes! Ja, kijk hem. Yes, niet alleen. Ik ga lekker vroeg te bed. Ik wilde eigenlijk nog eventjes een beetje werken. Zet ik net op mijn laptop, dacht ik, ben je gek of zo? Doe niet. Morgen weer een nieuwe dag. Ik heb lekker met Novi lekker geknuffeld lang. Hij was niet lekker. Hij was een beetje zo snotty. En dan zei ik al wel kusjes geven. Toen dacht ik echt, oké, maar jouw bacille, weet je, terwijl... Ik ben niet vies van snot, zeker niet van hem. Maar ik dacht wel de hele tijd, hey, jij hebt dit opgelopen. Hier stopt de ketting vriend. En die zit van de andere kant op. Ja, zo ben ik dan ook weer wel. Ah, op mijn rug liggen is ook niet meer het allerlekkerste. Mijn organen worden breed verdrukt. Maar het is wel het lekkerst voor mijn neus. Die gaat dan open. Dat is hoe ik altijd slaap op mijn rug. Ik heb een van een gek lijp neusschotje. Heb ik zelf geconcludeerd. Ik ben geen arts. Maar ik heb aan huismeidallergie. Ik ben allergisch voor katten. Alle pollen. En tijdens zwangerschap zou je extra verstopt kunnen zijn. Maar ik heb het al mijn hele leven dat ik echt denk van... heb ik een hele kleine neus gehad? Het valt wel mee, toch?
Maar als ik dit eens doe, soms in de nacht, dan gaat het een stuk lekkerder. Maar ja, ik ga ook weer niet tape zo plakken en dan, weet je, omdat het dan weer beter is voor de doorgang. Dit is slecht voor wanneer ik er weer, zeg maar, aandacht aan ga geven. Mijn seksleven op den duur. Ja, dat ligt nu gewoon een klein beetje stil, moet ik heel eerlijk bekennen. Al na een weekendje, toen de rest vannacht naast me lag, merkte ik wel van, oké. Je houdt me heel innig vast. Dit zou zomaar eens kunnen leiden naar een knuffel 2.0. Ja, we gingen ervoor. Maar ik had wel zoiets van... Niet... Ja, sorry man. Hand- en spanwerk. I'm good. Maar de flamoes is... Misschien komt het door de inhalingsweeën dat het een beetje gevoelig wordt aan de onderkant. Ik denk tegen mezelf, nee, cool, nou moet je niet gaan hoor. Nee, het is gewoon een kopstoot voor de baby, niet doen. Dus, deze is nog even beneden aan het werk. Die zei vandaag ook, wow, 3 dagen niet op je mail kijken, dat is echt een ontploffing nu in mijn mailbox. Ik zei, ja maat, wat denk je? Wij gaan dat niet voor jou doen, dat is gewoon jouw werk. Wij zijn op creatief vlak bezig. Vandaag lekker doorgepakt met Matthijs voor onder onsje. Morgen de laatste dingen afmaken en dan... Gaan we dat erop knallen? Ik heb zo zin in dat format. Ik denk dat het zo leuk is om met andere ouders in gesprek te gaan. Oneens te zijn, dingen te leren. Ja, echt heel leuk. Wanneer het komt, ik weet het niet. Maar we hebben hier tekst gemaakt. Tenminste, de editors, dank jullie wel. Binnenkort dus. Je hoeft niet lang te wachten. Het gaat niet goed met je wijfie. Je bent niet meer helemaal... Er bovenop gekomen. Je was even oké. De koorts was leeg gezakt. Je at weer een beetje, maar nu sinds gistermiddag vond ik het toch weer een beetje bibberig erbij zitten. Dus niet heel erg waar ik naar uitkijk, maar ik denk dat ik je even moet tempen. En als het niet verhoogd is, dan ga ik je toch weer naar de dierenarts brengen, want je zit er niet heel gezellig bij, liefie. Oh, het zijn gewoon de nagels op de mat van, pak me niet op. Nou, kijk, je ziet het niet zo goed, maar ze hebben zo'n trillingje hier. En helemaal slijmerige bek heeft hij helemaal. Ja, wijfie, dat gaat even niet zo lekker, hè? 38,8, dat is niet hoog. Honden mogen tussen de 38 en 39 zijn. En 39,1, 39,2, dat is allemaal goed. Maar als je dan 39, weet je, 6, 7, 8 of zo. Dan kan je wel spreken van 40. En eerst staat ze 40,5. Dan kan je echt spreken van koorts. Maar je hebt het niet, maar je voelt je niet goed, liefie. Ik ga weer de huisarts bellen. Dierenarts. Ik ben niet helemaal van... Dit moet je ook schoonmaken met brede alcohol of zo, want het is in een doze asser gegaan. En ja, in mijn hoofd moet ik nu eigenlijk een vuurtje en alcohol samenbrengen. Oké. Opstaan, gaat ook soepeltjes deze dagen. Het middaguur is nog niet aangetikt of de tweede zieke is al bekend. Ik word gebeld dat Frankie... Het spettenpoep ongezellige ochtend heeft op school. Dus ik zeg, ik kom hem halen maar dan. Oh, ik denk, eergisteren Novi al, verhoging en snot. Lulu, die ligt helemaal als een scruffy zwerfhond onder de tafel op kantoor. Ik wacht tot de dierenarts belt. Ik heb de tweede keer net gebeld. Ja, ze zijn nog bezig met consult. Dan denk ik, ja, even tussendoor, hop, hop, hop. Ik zeg dat mijn hond helemaal shaky erbij ligt. En nu mag ik Frank ophalen. Ah. Nou, zo kan het ook gaan op de woensdag. Ik was lekker aan het werk, op kantoor. Gelukkig is het allemaal dicht bij elkaar, dus je rijdt er zo heen. Straks is dat wel anders, want we gaan wel met het kantoor wat verder. Maar als je kind ziek is, dan kom je daar niet van. Maar ik bedoel, nu is het lekker makkelijk. Je schiet auto in en je bent met 10 minuutjes sta je daar. Ja, ik denk even een soepje met hem halen, maar een bouillonnetje, een crackertje. Ah. Niet leuk. Gelukkig is hij bijna... Hij heeft bijna nooit iets. Maar
Maar hij heeft wel, net als zijn vader, hele gevoelige darmen. Als je die op een verkeerde dag zo'n grote pannenkoek geeft, die je bij, weet je, bij het Amsterdamse bos kan halen. Gewoon een pannenkoekenhuis, niet per se daar hoor, maar van die joekels. Nou, dan gaan ze met z'n tweeën naar de racekak wel. Dat zeg ik ook altijd. Jullie weten zeker dat je dit gaat bestellen? Dat vinden jullie leuk. Je kijkt nu wel uit naar die harde, opgedroogde spetters in de pot. Die je daar moet schrobben. Want dat is wat gaat gebeuren. Jullie kennen jullie darmen nu toch wel onderhand. Ik ken ze namelijk wel al heel goed. Frank, voel je je goed genoeg voor DJ-les? Dat wel. Oké. Okay. Helpt hè, zo'n kippensoepje. En een crackertje. En een filmpje erbij. Leef je helemaal voorop. Oh, hè? Res, gekke boy. Res, neem je weer filmpjes op hoe de DJ-les ging? Zeker. Schijnt de zon? Ah, het valt wel mee, maar je hebt gewoon hem op. Omdat je bent die hippe vader, toch? Klopt, ja. Laat je alles nou vallen? Oh, oh, oh. Kom jij terug? Ja. Nee, hè? Denk ik niet. Nee. Frank, we gaan daar dan even trainen. Ben je we gaan even trainen. Dus, of je nog een kurk hebt. Helemaal shaky shaky, maar de dierenarts die zegt nee, we hebben niks gevonden. Soms kan het even zijn dat ze een heel beetje van de leg zijn en dan moeten ze even bijkomen. Maar erbij komen? Maar dan lieve zeg. Die hond ruikt een beetje naar drop. Ja. Ze ruikt niet lekker. Ja, maar zo'n gekke, ja, een beetje bepaalde, wat in drop kan zitten, salmiak. Maar dan, not the good kind. Heb je het raam maar open gedaan? Ja. Lulu, je kan niet puffen zo. Gaat hij naar die? Gaat hij naar die? Niet Lulu, gaat hij naar die? Oh, kleine stinkert. Kijk, oh, ik heb gewoon pijn in mijn buik. Oh ja, precies daar. Oh, als je dat aan blijft raken, dan ga ik misschien... Puffen kan nog in, hè? Echt. Ze hebben ook de eten amper aangeraakt. Oi, oi, oi. Wij kunnen niet ziek worden, hoor, jongens. Wij mogen echt niet ziek worden. Nee. Zaterdag en zondag. Hele belangrijke dagen. Oud rondje. Of stel één. Hebben we bonus backup ouders? Als één van deze afzegt. Omdat diarree. 40 minuten. We moeten vullen. Dat was de vorige keer niet. Vorige keer, ja. Toen was ging er ook in. En toen werd het uit. Ja, die was op de knieën of op de knieën. En daarna komt er water bij, ja. Nee, het is lekkerder als het al... Zodra je weet dat de benen komen, ga je beginnen te lachen. Ja, benen bij mij betekent... Jalli jalli, happerklap. Ja, dit is een bedje voor je billen. Heb je een losje? Jawel, had ik ook. Ik had alleen niet zo'n hoge vorige keer. Echt omlaag. Het was tot hier. Kijk hoe klein Resli lijkt in dit bad. Jullie konden in mijn poedie kijken. Ja, dat willen jullie weer, hè? Ja. Diekers. Dus dit grote bad. Dit. Hier kan je dus bij inzitten, hè? Als je wil. Ja, maar ik heb altijd gekeken naar die gasten die dit deden. Ik vond dat zo overdreven. In het bad met je vrouw. Maar heb je dit besteld? Was dit per ongeluk? Ja, ik had het wel lekker bewust gedaan. Je had het al bewust gedaan. Maar als ik er niet over nadenk. Dan denk ik, waarom ga ik in die sloot zitten? Zeg je? Waarom zou ik in die donker? Ja, ik wist dat voor de goed rook. Dit bad. Ja. Dat weet ik nog wel. Ja, er kwam wel wat bloed uit bij mij, ja. Klopt. Maar bij sommige bevallingen in bad zie ik die vrouwen en dan is het water gewoon helder. Dan denk ik, fuck haar dan. Hoe? Dus, nou ja. Leg je zwembroek gewoon klaar. Dan kan je als je wil erin. Resli is een georganiseerd man. Hij pakt zijn sporttas in. Alvast. Nee. Ik vind het. Dit is wie ik al, degene die ik al jaren ben, altijd mijn spullen opruimen en klaarleggen. Continu wachten dat het ook zo kan. Ik vind het wel zielig voor Lulu. En ik vind het ook een beetje gek. Want ze is echt een beetje eraf hoor. Ja. Wat voor onderzoek doen ze voor bloed? En die hond die zit zo onder een mandje. Ik heb er in bad gedaan. Toen ik thuis kwam, want ik vond het echt stinken. Ja, ze rook gewoon. Echt dat je denkt, nou, een beetje al... Huh? Ik wil het niet zeggen. Ik wil het niet uit in het universum gooien, maar... Jullie weten wat ik denk, waar ik vond dat ze naar rook. Dus dacht ik, nou, dat is niet lekker voor haar. Ook eventjes fris bij de waterbak gezet. Dat drinkt ze wel, ze eet niet. Ze zit echt een beetje zo... Nou,
Terwijl ze vanochtend zeiden, we hoeven er niet te zien, want de temperatuur is laag. Ik ben morgen 8:30 als eerst bij die dierenarts weer. En ik ga zeggen, ik weet niet wat voor onderzoek jullie gedaan hebben, maar is dat zo 50-50? Zo van, ja, we nemen onderzoek eigenlijk alleen maar op deze en deze organen. Ja, dan zetten ze nog veel meer in het lijf. Check even alles. Holy effers, hé. Een paar honderd euro lichten, maar... Daar gaat het trouwens niet om. Maar dan denk ik, wat onderzoek je dan? Toch? Dat beestje, dat ligt er heel, heel... Ja, heel sneu bij. Ze zit nu beneden. We hebben er in een bench gedaan, want... Dan wordt ze ook wat rustiger, want ze gaat heel onder de tafel. Ik denk, nou, misschien wil ze gewoon eventjes... Weet je, een beetje geborgen. Ja, oh. Wat ben jij er volgens mij? Ik kom thuis, ja. Nou, je gaat niet douchen? Je gaat niet douchen? Nee, waarom zou je? Zoals jullie kunnen zien, heb ik al heel lang mijn haar dus niet geverfd. Ik ben dus bezig met een soort van hele ontiegelijke uitgroei creëren. Omdat ik ook het idee heb dat die grijze haren... Zeg je nou... Zit je nou te praten jezelf? Ik zie hem liggen en dacht, oh ja, dat moet zo niet inmaken. Oh, je zwembroek. Nou, ik zou hem gewoon klaarleggen voor als je wel naar het bad wil springen. Is het als je toch behoefte hebt dat je denkt, ik ga in het bad, ik ga mijn vrouw supporten, je gaat achter mij zitten. Ga ik er naakt in? Je gaat er naakt in, zeker, ja. Arm kind, meteen blootgesteld en die bruine aal.